Dag Maarten en Tom. Ik ben Ruben, ik ben 17 jaar. En ik luister de podcast altijd met veel plezier samen met mijn vader. Ik hoop dat jullie nog veel leuke afleveringen gaan maken. En de groeten van mij en mijn vader. Het is Pasen 2022, een speciale podcast-special van Maarten van op de podcast. Over de veranderende wereldmacht. In de eerste aflevering, die je vindt in je podcast-app, ging het met name over de Sovjet-Unie. En daar gaan we nu in deel 2 ook nog eventjes op door. Dan moet ik het Sovjet-verhaal maar even afmaken. Het probleem met Brezhnev was dat hij eigenlijk al jaren... in een zeer slechte gezondheidstoestand verkeerde. Hij stortte vaak in, hij was vaak maanden afwezig in het politbureau... hij leefde op pillen en nou ja, je kunt eigenlijk zeggen... Hij was al vrijwel dood, alleen bewoog hij nog. Zo, zo kunt u het denk ik, het beste uitdrukken. Ik herinner mij beelden van een statiebezoek van Brezhnev aan de Bondsrepubliek Duitsland. Nou, hij is dan uit het vliegtuig geholpen en hij zal de erewacht, zal die ex uh, inspecteren. En dan weet je aan het eind van de erewacht moet je natuurlijk een bochtje maken en weer terug. Maar je ziet dat dat ja... Resnev is kennelijk in een toestand van half coma verkeerd... want op het moment dat hij om moet draaien, marcheert hij gewoon door in de blauwe wereld in, zal ik nou maar even zeggen. En dan moet hij bijgestuurd worden. Ja, het is hoofdspeining. Hij overlijdt in zijn slaap in de loop van 82 en wordt opgevolgd door zijn collega Yuri Andropov. Als je dat zo uitspreekt, of Andropov weet ik ook niet. Ja, je zit met zo'n wereldpolitiek, zit je met al die namen, niet waar? Andropov volgt op op het moment dat hij ook al doodziek is. Hij heeft een ernstige nierkwaal. Volgens de Sovjet-Unie was dat een griepje, maar goed, ja, doet een beetje denken aan die griepje van tegenwoordig. Eh, en eh, Andropov overlijdt na anderhalf jaar. En Andropov wordt opgevolgd door zijn collega Tsjernenko. Bij de representatie van Tsjernenko, de nieuwe leider van de Sovjet-Unie, viel al op dat hij ook niet zo best meer ter been was. Hij werd namelijk door een verpleegster binnengeleid en vastgehouden. Je voelt al wel. Nou ja, het, het, het hele politbureau was eigenlijk een sterfhuis geworden, anders kun je het niet noemen. Het, daardoor was er ook geen sprake van een, een dynamische leiding van de Sovjet-Unie. Dat is altijd het probleem in dit type van dictatuur en dit type van staten: dat je niet van die lui af kunt komen tot ze inderdaad hartstikke dood zijn. Hè? Denk aan Tito en Joegoslavië, Franco in, in, in Spanje. Die zich geloof ik al vrijwel volledig hadden gedemonteerd. De benen waren er al af. De armen, het was bij we een, een hoofd in een drijfschaal geworden. En dan nog, dan nog ja, niemand durft, durft de stekker eruit te trekken. Daar komt de tijd op neer. De dood van Staal en een gruwelijk verhaal waar we, ja, we hebben jammer genoeg geen tijd voor. Kortom, er was eigenlijk al jarenlang in te rekenen waarin geen. Duidelijke koers werd gevaren, geen duidelijke besluiten werden genomen en dat alles terwijl eigenlijk de Sovjet-Unie bezig was om nou ja, van binnenuit weg te rotten, laten we het zo maar zeggen. Met de dood van Tsjernenko is dit, dit treurige proces wordt afgesloten, want in maart 85, dat is het moment waarop Tsjernenko overlijdt en die verpleegster eindelijk rust kreeg, eh, wordt hij opgevoed door het jongste lid van het politbureau, namelijk Gorbachev. En daarover zullen we het later moeten hebben. Want eerst moeten we door met de andere kant van het verhaal. Namelijk, hoe zit het in de Verenigde Staten? Want in 1980 verliest Jimmy Carter de verkiezingen. Dik mogen we wel zeggen. Dat was een kapitale nederlaag. En hij wordt opgevolgd door Ronald Reagan. Carter was ook een beetje, hoe zullen we dat nou eens op een beschaafde manier zeggen? Carter was een hele intelligente, ijverige man. Maar hij was ook nogal een beetje een tobber zo had hij ook, ook een, een toespraak gehouden in de loop van 1979. Daar was weer tijdelijk eh, waren er weer ps, leken er benzine te zijn. Er stonden lange rijen auto's bij de Amerikaanse benzinepompen. Je weet dat benzine is in Amerika belangrijker dan zuurstof. Zonder zuurstof, nou, je kan er een zuurstofmasker opzetten, maar je geen benzine meer hebt in Amerika, dan nou, dat dat is het eind van de wereld. Nou, dus Carter vond dat de Amerikanen moesten bezuinigen. De bomen hoeiden niet de hemel in enzovoort. Toen heeft hij een beroemde toespraak gehouden. Die heette Malaise Toespraak. Maar ik ook adviseren die luisteraars die van plan zijn om een politieke carrière op te bouwen. Houdt u geen Malaise toespraken. Daar houden de kiezers niet van. Dat vinden ze niet prettig om te horen dat het allemaal een stuk minder gaat en dat het heel anders moet. Dat ze een trui aan moeten trekken in de woonkamer. En nou, interessant genoeg, heeft Carter met zeer vooruitziende blik, mag je wel zeggen, zonnepanelen laten installeren op het dak van het Witte Huis. Dat is de eerste keer volgens mij dat ik hoorde dat zeg maar, een particulier, nou, voor zover de president, dat is, zonnepanelen liet installeren. Je begrijpt wie ze meteen weer weg heeft laten halen: Ronald Reagan. Ze zijn meteen weer afgebroken. Ze hebben er dus niet lang gelegen. Nu geloof ik dat er geen panelen liggen. Maar weet ik weet niet helemaal zeker. Moet Biden nog even aan denken. Een paar van die panelen te laten leggen. En je hebt daar wel een vrij grote ruimte om panelen te leggen volgens mij. Ja, um, de Malaise speech. En, en in allerlei opzichten waren de verkiezingen van 80 niet zozeer. Omdat mensen die ideeën van Ronald Reagan geweldig goed vonden. Dat was typisch neoconservatieve, neoliberale gedachtegoed. A la Margaret Thatcher. Die ik nog helemaal niet genoemd heb, omdat ze natuurlijk in het wereldtoneel maar een hele ondergeschikte rol heeft gespeeld. Maar ik herinner, de luisteraars eraan, Margaret Thatcher werd gekozen in maart van het jaar 1979. Dat steeds weer dat, dat, dat rood, rood zwart omrande jaar waarin van alles en nog wat is begonnen. We zullen zo zien dat er nog allerlei andere dingen in dat jaar in principe van start zijn gegaan. Ronald Reagan. Ja, nu ik toch... We laten Ronald Reagan nog heel even rusten. Want ik moet er nog bij zeggen dat ook in dat jaar 1979... Juist omdat de Amerikanen zich echt zorgen maakten... over de veronderstelde kracht van de Sovjet-Unie... hadden ze toenadering gezocht tot China. En dat was heel goed verlopen allemaal... want bij januari van het jaar 1979, let op hadden zij eh, eh, communistische China officieel diplomatiek erkend. En de diplomatieke erkenning die tot op dat moment bestaan had van Taiwan, werd ingetrokken. Contacten bleven wel behouden, maar die waren niet van officiële aard. China was nu communistisch China. En vrij kort daarna is Deng Xiaoping, dat is dat die, 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 die kleine dynamische kettingroker. Hè? Hij was toen geloof ik al dik in de 70. Die is ook in Amerika op bezoek geweest. En ook in 1979 begint Deng met de hervormingen die tenslotte zouden leiden tot de ronduit verbijsterende economische ontwikkeling van China. 1979, het, hou het in de raad. Hoe kon dat allemaal in China? Mao was in 76 september 76 overleden. Eindelijk was die gek verdwenen en konden ze daar proberen om de chaos die Mao, ge Mao gecreëerd had, zowel in de jaren 50 als later in de jaren 60 en 70, om die op te ruimen. En dat heeft Deng ongetwijfeld met veel succes gedaan. Het bezoek ook in Amerika was ook een enorm succes. Hij vond eigenlijk alles interessant en. Allerlei wetenschappelijke contacten leggen, technologie bestuderen. Nou ja, je ziet hey, uit welke hoek bij hem de wind waaide. Het was een enorm een denkertje eerste klas. We zullen later aandacht moeten besteden aan de redenen van die, dat ongelooflijke succes van de economische ontwikkeling van China. Maar met de Sovjet-Unie ging het dus bar slecht. Hè? Dat zit op, ik heb het altijd een beetje gek gevonden, terwijl de Sovjet-Unie aftakelt... Van binnenuit weggerot, kun je rustig zeggen. Niet waar? Plus een imperium erbij. Komt China, niet waar, reist op uit, uit derde wereldstatus en is bezig, en niet waar, de grootste economische speler op het wereldtoneel te worden. Al duurde dat nog wel een jaar of twintig voordat dat duidelijk begon te worden. Terug naar Ronald Reagan. Toen dat de, de oudste president uh, uh, ooit. Uh, hij werd 70 in het jaar, in zijn, eerste jaar, zijn eerst, eerste jaar van zijn eerste ambtstermijn. Dat vonden we toen enorm oud. Tegenwoordig zijn we eraan gewend dat nou ja, Biden is een stuk ouder dan Reagan toen was. Acht jaar dus. Uh, kortom, waarschijnlijk moeten we ons wennen aan het idee dat ze steeds ouder en ouder en ouder zullen worden dat misschien, nou dan ben ik er niet meer... maar dat de president van de Verenigde Staten... gewoon 102 is. Dat zou best kunnen. Als we op deze weg voortgaan... dan dat is het een hele wonderlijke ontwikkeling... in allerlei opzichten natuurlijk. Hij heeft veel ervaring. Goed, ja, Ronald Reagan. En dat moet je zeggen... ik ben geen voorstander van het beleid... wat Ronald Reagan heeft ingezet. Namelijk omvangrijke belastingverlagingen... en, en uh, omvangrijke snijwerken... in sociale... In het sociale beleid. Nou, kortom, typisch neoconservatief, neoliberaal beleid. Ik bedoel, ik wil Ronald Reagan nou niet vergelijken met, met Mark Rutte, maar, maar, laten we zeggen, qua ideetjes eh, staat het relatief dicht bij elkaar. En die ideetjes hebben, naar mijn idee, in Amerika immense schade aangericht. Immens. Toen nog niet. Dat is natuurlijk een proces van wat langere adem. En dat geldt voor Nederland in allerlei opzichten ook. Maar. Eén ding moet van Reagan worden gezegd: hij herstelt het zelfvertrouwen van de natie. Wat eigenlijk gedukt was geraakt onder Carter. Zeker na de Malaise-speech, niet waar, Herstelt Reagan het vertrouwen van de natie. En bovendien, hij doet dat voor een belangrijk gedeelte met retoriek. En die retoriek richt zich voor een belangrijk gedeelte tegen de Sovjet-Unie. Hij heeft al toespraken, en ze noemt de Sovjet-Unie een evil empire. En hij ja, gaat gaan ze maar door nou. Ik moet zeggen, dat had ook zijn effecten in Moskou, want de reeds genoemde Andropov die maakte zich er enorm zenuwachtig over. En die dacht echt dat het, dat het mis zou kunnen gaan en zo. Nou, die, was, die, die was echt die was in allerlei opzichten in alle staten. Waar naar mijn idee heel weinig rekening voor was, want als, als iets kenmerkend is voor onderrekenen, dan is het gewoon retoriek. Die verder eigenlijk niet zo heel veel polit directe, politieke, concrete gevolgen heeft. En dat gold ook voor zijn, voor zijn boze retoriek tegen, eh, tegen de, tegen de Sovjet-Unie. Maar het, 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 men sprak wel van een nieuwe koude oorlog. Maar die was eigenlijk dus door Carter begonnen. Na die bezetting van Afghanistan. Maar die werd retorisch voortgezet na, door Ronald Reagan. Over zijn prima spreker. Met name een prima spreker voor de televisie. He, in allerlei opzichten is het natuurlijk. Ja, was het een man die. een, Dat blijft een hoogst geheimzinnige zaak. Waarom doen sommige mensen het goed op het scherm? Op het, op het bioscoopscherm of op de televisie? Waarom doen ze het goed op het scherm? Een raadselachtige zaak. Mensen waarvan je dat direct zou verwachten, die doen het helemaal niet goed. En mensen waar je het helemaal niet van zou verwachten, die doen het geweldig goed. Dat, dat, blijft, dat blijft wonderlijk. Ik, ik heb tal van mensen gekend die, die een, een zekere charisma hadden in de, in de, zeg maar, als je ze, als je ze gewoon zag, concreet zag, en goede sprekers ook, en dan zag je ze op televisieschermen. Het was niks. Je kon zo de knop omdraaien. Hè? Je kon er beter naar, naar hoe heet het? die jonge bouwer kijken, bij wijze van spreken. Hoe heet je ook weer van zijn voornaam? Frans Bouwer. Ja, ik werk aan een enorm groot voorstel voor een hele reeks nieuwe televisieprogramma's. ...die allemaal door Frans Bauer gepresenteerd zullen worden. Met Mariska? Ja, nou dat, nee, 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 het moet niet te gek worden natuurlijk. Ik dacht alleen aan Frans zelf, dus ik dacht ook aan astronomie, wiskundeprogramma. Ik heb, ik heb echt, echt iets heel, heel, leuks voor dat. Als Frans maar wil, dan, dan zitten we wel goed, denk ik. Nou, die wil wel, denk ik. Ja, die wil vast wel, ja. ja. Oké, okay, sorry dat ik even afdwaalde van, van de thematiek. Uh, ik, ik denk dat qua intelligentie Frans Bouwer en Regen vrij, op, op, uh, <laughs> vrij goed gelijkwaardig waren in allerlei opzichten. Uh, was Regen dom? Nee. Is Frans Bouwer dom? Nee, dat is het niet. Maar Alten eigenlijk ook niet, laten we het dan zo zeggen. Uh, Margaret Thatcher was zeer gesteld op Ronald Regen. Ze beschouwde hem echt als een vriend en hij haar als een goede vriendin. Maar Margaret Thatcher heeft nog gezegd: arme jongen, hij heeft niets in zijn bovenkamer. En misschien heeft Frans Bauer nog wel meer in zijn bovenkamer dan Ronald Reagan. Dat zou best zijn. Maar Ronald Reagan had wel een soort, hoe moet je dat zeggen, een soort gevoel voor wat politiek werkte en wat politiek niet werkte. Wat je wel en niet kon doen. En dan natuurlijk die uitstraling, als je hem zag op de televisie, dacht je altijd: van een oh, schat van een man eigenlijk. Dat dacht je altijd. Ik kon me daar ook niet aan onttrekken. Je dacht altijd: wat, er ook, wat ik er ook van denken mogen, het is een aardige man. Terwijl als je dan later las bijvoorbeeld wat zijn kinderen van hem vonden of anderen. Het was een hele vage afstandelijke man. Ja, was een, ooit was er een officiële biograaf aangesteld voor Regen. En, en zeker meneer Morris, als ik het me goed herinner. En die heeft daar heel, heel raar over geschreven. Hij ja, had ook toestemming om één keer per maand, geloof ik, mocht hij dan met de president praten. En hij zei, Ik heb er nooit één verstandig woord uit kunnen krijgen. Hij vertelde steeds opnieuw dezelfde flauwe moppen tegen mij. <laughs> <laughs> dat je denkt: Ja, dat is wel vrij eigenaardig. Nou, lees het, lees het maar. Dat neemt niet weg dat hij in allerlei opzichten toch een belangrijke president is geweest. Volgens mij hebben we de, de, deze thematiek al even behandeld. Omdat Obama ooit gezegd heeft in een onbewaakt moment. Dat hij dacht dat Regen belangrijker was dan Bill Clinton. Nou, je begrijpt dat het was in, in het kamp Clinton sloeg dat in als een bom, werkelijk. Maar ik denk dat dat juist is. Omdat in Amerika was in feite de. de, 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 de hoe moet ik dat zeggen, de beleids. Uh, ideologie die was in de hele loop van de jaren 70 al veranderd in neoconservatieve richting. En eigenlijk was Ronald Reagan, die had dat niet bedacht, maar die was eigenlijk meer de boodschapper dan iets anders, die was de woordvoerder van, laten we zeggen, een nieuwe vorm van beleid, die er vooral op neerkwam dat de belastingen verlaagd moesten worden en de overheidsactiviteiten verminderd. Maar Reagan is ook om andere redenen interessant. Buiten deze zogenaamde nieuwe Koude Oorlog, die vooral belle was naar mijn idee. Want eh, als Gorbachev aan de macht komt, dus maart 85 zitten we dan, eh, dan wordt al snel gewerkt aan een eventueel treffen tussen de Amerikaanse president enerzijds en de nieuwe leider van de Sovjet-Unie. Anderzijds. Nou, eh, adviseurs van ring, die zagen daar eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel in, maar is maar even afwachten, want je weet, die Russen. Je nooit vertrouwen. Hè? Echt, je draait je om. En, nou ja, ze stelen je, je water. laat ik eens even een slokje nemen, bij wijze van spreken. Heel merkwaardige zaken eigenlijk. Eh, maar eh, Reagan wel. Die bouwt wel een gesprekje met, met Gorbachev. En zo zijn ze bij elkaar gekomen na jaar 85. Hij snapte misschien ook wel dat het een handig moment was om het te doen. Want hij had wel gevoel hè, voor wat, wat werkt in de publiciteit en wat werkt niet. Weet je wat... nou, had ook de indruk, bereiken dat hij een beetje genoeg had van dat Evil Empire, die Evil Empire retoriek. Dat had ook niet veel opgeleverd, natuurlijk. En dat hij in principe best door wou met, met gesprekken met de Sovjet-Unie als daar iets nuttigs uit zou kunnen voortkomen. Ja, er valt even een korte stilte, dames en heren, omdat ik bezig ben om uit een flesje water een slokje te nemen. Heb je dit, dit flesje gevuld met kraanwater of is het echt uit de bron? Ik heb geen flauw idee, want ik heb het zomaar uit de ijskast gehaald zonder toestemming van de autoriteiten. Ik vermoed dat het, dat het kraanwater is wat in het flesje is gedaan en bijvoorbeeld in de ijskast is gezet, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Want het, het dopje was al los. Oh ja, dat is het. Anders had je kunnen zien dat ik die dopjes nooit los kan krijgen. Ook zo wat. En zoals zoveel verpakkingen, mag ik ook wat dat betreft uh, in dit verband de verpakkingsindustrie oproepen. Om kunt u de boel iets minder omvangrijk en, en onopenbaar verpakken? Dat zou vooral voor onhandige bejaarden wel bijzonder praktisch zijn. Ja, dus zij raken in gesprek in, in Genève, deze twee heren, en het loopt een trein. Uh, ze lijken elkaar te verstaan. Ik weet niet. Ik heb geen idee of Gorbachev een beetje Engels sprak. Geen idee. Er zal wel een tolk bij hebben gezeten, toch voor het, maar het, het Ze zaten bij een open haard. Het, je ziet ook dat ze zitten gezellig en ontspannen bij elkaar. Het loopt goed. En dat heeft natuurlijk. Daarna zijn er nog wel allerlei wat mindere momenten geweest. Maar toch komt er een wonderbaarlijk proces op gang. De hoofdaanstichter van dat proces is Gorbachev. Want Gorbachev uh, die besefte eigenlijk bij het aan de macht komen, hij was natuurlijk betrekkelijk jong toch, hij was begin 50, ik weet nog goed dat ik dacht, er werd ook gezegd was een, een extreem jonge leider van de Sovjet-Unie, terwijl ik was toen nog helemaal geen 50, ik denk nou, als je op je begin 50 nog extreem jong kunt zijn, dat is toch een mooie gedachte eigenlijk. Uh, ja, Gorbachev besefte, net, net als eigenlijk de hele groep van relatief jeugdige managers van het tweede echelon in de Sovjet-Unie, dat het echt totaal anders zou moeten, wilde die Sovjet-Unie niet compleet vastlopen. Eigenlijk is dat tenslotte toch gebeurd, maar goed, zij besefte, uh, ingrijpende hervormingen zijn noodzakelijk. Iedereen herinnert zich nog wel die, die, daar, die, die dat meegemaakt heeft, Glasnost en Perestroika. Glasnost betekent openheid, dus ook dat die hele xenofobie... en die afgeslotenheid van de Sovjet-Unie, dat moest beëindigd worden. En perestrojka betekent zoveel, geloof ik, als, als uh, verbouwing, structurele verandering. Nou, tel dat bij elkaar op, dat was in brede zin waar, waar men in de Sovjet-Unie heen wilde. dat dan Gorbachev en zijn directe medewerkers heen wilden. En een van de kernpunten van Gorbatsjov en daar ja, dat komt nu... Interessant genoeg komt er een bezemwagentje van de gemeente aangereden met enorm veel lawaai en lichteffecten. Je maakt nog eens wat mee als je in zo zo'n auto zit in de straat. Het interessante is van die bezemwagentjes dat het volgens mij nogal vrij kostbare wagentjes zijn die geen enkel nuttig effect hebben. Want omdat de hele straat natuurlijk vol staat met geparkeerde auto's en het vuil altijd tussen de stoepen en de geparkeerde auto's ligt, ja. Hij rijdt hier wel, hij bromt ook, ze kijken waar geleerd, maar er gebeurt eigenlijk geen reet. Wat ze zouden moeten doen, wat ze vroeger nog wel eens deden, is dat er een meneer komt met een bezem die dat vuil water ligt naar de straat bezemt. En dan rijdt dat, dat bromautootje eroverheen En dan wordt het, dat is eigenlijk een hele grote stofzuiger, kun je zeggen. Maar dit is volkomen zinloos. Maar had ik daar ook nog even op attenderen dat ik nu al meerdere nuttige maatschappelijke adviezen heb gegeven? Dit geldt voor de gemeente. Denk er nog eens na over die stofzuigerautotjes. Is wel interessant, maar je hebt er niks aan. En, en de verpakkingsindustrie, idem dito. Ja, en, en wat toch wel uiteindelijk iedereen enorm verbaasde in het Westen was. dat het na enige tijd duidelijk werd. dat Gorbatschow ook wel af wilde van dat imperium. Wat er natuurlijk ook al, al aangeslagen bij stond, laten we dat erbij zeggen. Dus er zat een barst in de muur en de ramen waren kapot, daar gaan ze maar door. We hebben het over Polen gehad, maar dit soort van rot, deze gaan ik in dat hele systeem voor aan de oostzijde van het IJzeren Gordijn. Wat er in feite nog steeds was. En eh, al, ik denk dat het zal geweest zijn, eind 88 heeft eh, Gorbatsjov een grote reden gehouden voor de United Nations. Waarin hij zei: Ja, dat moet de afgelopen zijn met die repressie. De, 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 alleen democratische keuzes zijn echte legitieme keuzes. Hij kondigde ook aan dat hij een enorme troepenmacht zou terugtrekken uit Oost-Europa. 5.000 tanks of zo, en meerdere panzerdivisies, eh, allemaal voorkomen terecht natuurlijk. En maakte duidelijk: al duurde het wel even voordat dat overal doordrong dat Rusland, dat de Sovjet-Unie, sorry, niet langer bereid was om militair in te grijpen in het geval men in Oost-Europa iets anders wilde. En, laten we zeggen, overging naar democratische besluitvorming. En we zullen zo zien wat voor interessante effecten dat had. Maar laat ik eerst uitleggen dat, naar mijn idee, dat idee van Gorbachev werkelijk een voortreffelijk idee was... Ik denk ook dat ze er vrij goed over hebben nagedacht. Want waarom had de, de Sovjet-Unie zich een imperium in Oost-Europa verworven na de Tweede Wereldoorlog? Als gevolg van het enorme succes van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk als een soort buffer. Als een soort buffer tegen Stalin was er zelf vast van overtuigd dat die Klote Duitsers na twintig jaar weer terug zouden komen. Dat het weer zou gebeuren. Het was bij slotverrekening al twee keer gebeurd, is dat drie keer scheepsrecht. En dat is natuurlijk helemaal niet gebeurd. En naarmate natuurlijk de nucleaire en strategische bewapening ingrijpend veranderde van karakter, was ook die hele buffer eigenlijk een overbodige zaak geworden. En niet alleen was het een overbodige zaak, het kostte handenvol met geld. Denk aan al die panzerwagens en die, en die, en die tanks. Later, na afloop van de Koude Oorlog, had je wel van die overzichtsfoto's. waarbij al die Russische panzerwagens en tanks die overbodig waren geworden. tijdelijk geparkeerd waren op enorme velden. dat je denkt: wat een verspilling. Als er nou iets. Ik, ik, volgens mij is de, de ernstigste verspilling van de afgelopen eeuwen. is de wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog. God Godalmachtig, wat een verspilling. Je bent, je bent hij is haast geneigd om te denken. Stop nooit geld in die militairen. Het is een verspilling van... Nou ja, enzovoort. Daar moeten we het een andere keer over hebben. Het kostte de Russen handenvol bij geld, dat imperium. Want ze subsidieerden de energieleveranties aan dat imperium. Die leverden zij wel zelf, gas, en dat doen ze nog steeds. Gas en, en, en olie, maar tegen, hele, tegen substandaard prijzen. Dus dat, daar hadden zij ook niet zo verschrikkelijk veel zin mee in. En het... Het was natuurlijk duidelijk dat dat hele Oost-Europa, wat we al besproken hebben, in feite in een toestand van verval verkeerde. Dus Gorbatschow dacht: we stoppen daarmee. Ik stoot het in feite af. Hij heeft waarschijnlijk wel gedacht: neem ik aan, dat die regimes in Oost-Europa, dat die communistische regimes zouden verdwijnen, maar dat ze vervangen zouden worden door, door laten we zeggen, sociaal-democratische, toch een beetje linkse, socialistische. Regimes. Dat heeft hij waarschijnlijk gedacht. En daar had hij Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Er waren wel een soort van overgangsregeringen daar. Maar ja, we zijn nu gearriveerd in 89. Uh, moet er nog bij zeggen, dat veel adviseurs van regen zeiden. Ja, die Russen zeggen nou wel. Dat het allemaal anders moet En democratisch Maar je weet in Russen zijn nooit te vertrouwen We moeten hier echt heel Heel terughoudend zijn heel, Helemaal niet meteen Gretig toehappen Want je weet het maar nooit En dat is denk ik Een van Regens beste punten geweest Hij had er, wat voor reden dan ook Het was een beetje een naïeve man misschien ook soms Hij had alle vertrouwen in Gorbachev Hij zei die band is serieus Dat gaat gebeuren Gek genoeg had Thatcher dat ook. Toen was met Gorbachev gesproken, dat ook zei. Iets van It's my man of zo. Ze, euh, euh, nou, kortom, euh, ja, dat, er komt een, een enorm snel verlopend proces op gang, waarbij in feite alle zekerheden van de Koude Oorlog geleidelijk aan worden opgeruimd. 1989. Het wonderjaar, niet waar. Al heel snel werd duidelijk dat overal in Oost-Europa. De luiken open gingen, ik neem weer een slokje water, neemt u mij niet kwalijk. Heerlijk kraanwater. Dat wordt in Nederland helemaal niet gewaardeerd dat je in Nederland gewoon kraanwater kunt drinken. Hè? In een grote delen van de Verenigde Staten kun je geen kraanwater drinken, dat is levensverwaardelijk. Om ja. nog maar van andere landen te dus spreken. Dan krijg je, je diarree, zeggen ze altijd. Hè? Ja, nou ja en, en die doet er in Amerika het verstandiger aan om uh, alcoholvrij bier te drinken. Bij wijze van spreken ik noem ik, geef maar een adviesje. Er is nu een rood monster naast ons verschijnen. Je ziet hier nog laatst wat in die straat, hè? Ja, 89. Het, het ene na het andere regime in, in Oost-Europa valt om. Het blijkt natuurlijk al heel snel dat geen van die communistische regimes... ook maar in de verste verte over enige legitimiteit beschikte... Dus er komen democratische verkiezingen, democratisch gekozen regeringen. En tenslotte, als klap op de vuurpijl, natuurlijk de gebeurtenissen in Duitsland in november van het jaar 89. Niet waar? Waarin nou ja, die beroemde hoe heet het, woordvoerder van het Oost-Duitse Politbureau, Günther Schabowski, zegt: Absofort, absofort gaat de muur open. Nou ja. Toen was ook duidelijk dat eigenlijk in een relatief hoog tempo dat, dat, dat ook de positie van Duitsland ingrijpend zou veranderen. Daarbij moet ik zeggen, veel mensen dachten aanvankelijk dat Oost- en West-Duitsland, die zullen een langzaam, laten we zeggen, gewenningsproces door moeten maken voordat ze samengevoegd kunnen worden. Maar Helmut Kohl had daar heel andere ideeën over. Ik denk heel erg verstandig vanuit zijn perspectief gezien en eigenlijk is die Duitse herinnering in, Minder dan een jaar tot stand gebracht. Want het verdrag waarbij dat tenslotte geregeld is. is begin september van het jaar daarop uh, getekend. 1990. En, en ja, de DDR is simpelweg opgeslokt. door uh, de Bondsrepubliek. Uh, dus er is niet een nieuwe grondwet gekomen. of een nieuwe staat gevestigd enzovoort. We gaan het daar nu verder niet over hebben. Ik denk dat dit in alle denkbare op op zich de beste oplossing is geweest. Dus plotseling is de wereld ingrijpend veranderd. Want het hele Russische imperium en alle randrepublieken van, van de Sovjet-Unie zijn geleidelijk aan verzelfstandig. Denk aan de Baltische republieken, Kazachstan, eh, Kyrgyzstan, je hebt hele zwik van die stannen daar, daar in het Centraal-Azië. Dat worden in feite allemaal zelfstandige landen, voor zover ze überhaupt de staat waren om een zelfstandig land te worden, laten we dat er nog even bij zeggen. Zelfs de oek. En nu komen we aan, laten we zeggen, het, het finale moment van de Sovjet-Unie. Eh, wat ook. Gorbatsjov had ook geprobeerd om interne Sovjet-Unie te hervormen. Laten we zeggen wat marktgerichter, wat, wat economisch te moderniseren. Eigenlijk was dat een mislukking geworden. Hij was eigenlijk zijn greep op dat hervormingsproces compleet kwijtgeraakt. Echt compleet kwijtgeraakt. En, en de Sovjet-Unie balanceerde in allerlei opzichten. Op, op de grens de, de, met honger dreigde weer. He? Hij heeft ook wanhopig hulp gevraagd aan het wezen, die hij die niet kreeg. By the way, ja, heel kortzichtig naar mijn idee. Ja, sorry, by the way mag ik niet meer zeggen van mijn zuster, want dat is ordinair. Mijn zuster vindt dat je trouwens moet zeggen. Trouwens? Nou, ik zal proberen om, om mij daar aan te houden. Ja, en dat, dat wankelende gebouw wat de Sovjet-Unie al was... dat is tenslotte de nek omgedraaid. Niet door het Westen, maar door eh, mensen uit de Sovjet-Unie zelf... in casu Boris Yeltsin. Want Yeltsin was de eerste democratisch gekozen leider van... In Rusland, in de Russische Republiek. Want Verheetnik Gorbachev was nooit democratisch gekozen. Hoor. Gorbachev was een overblijfsel van een oude structuur. met een politbureau. nietwaar, wat net zo democratisch was. als mijn grote teen, natuurlijk. Dat, dat is duidelijk. En toen dacht Yeltsin, die wou van Gorbachev af. Die, die, die Gorbachev die zat er maar te zitten als president van de Sovjet-Unie. En toen heeft Gorbachev een deal gemaakt met Wit-Rusland en met de Oekraïne. Zeg wij schaffen met z'n drietjes, en per verdrag schaffen we de Sovjet-Unie af. En dat hebben ze gedaan. En dat is, heeft zich voltrokken in december 1991... En ze hebben de Sovjet-Unie afgeschaft. Het zijn heel interessante beelden die iedereen op en terug kan zien. Gorbachev houdt nog een redenvoering waarin hij zoveel zegt van, ja, sorry, mijn functie is opgeheven, ik stop ermee. Ik heb alle strategische uh, geheimen heb ik overgedragen aan Boris Yeltsin. Dat is nu de president van, uh, van Rusland, van de Russische Republiek. En, en er komt een Russische federatie. Dat is nog steeds wat het nog steeds is, in feite. Uh, en Gorbachev verdwijnt van het toneel. Tegen die tijd een beetje de meest gehate figuur in de voormalige Sovjet-Unie. Maar waar het ons allemaal om gaat, is dat de Sovjet-Unie verdwenen was. Dus laten we zeggen, de bipolaire structuur, zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog had bestaan, had opgehouden te bestaan, natuurlijk. De Russische Federatie was nog steeds nucleair bewapend, maar de Russische Federatie is. Een heel ander land dan de Sovjet-Unie was. Ten eerste veel kleiner. Ten tweede wonen er veel minder mensen. En ten derde is natuurlijk de economische ontwikkeling van dat land. Dat is. Daar hebben ze. Kijk, daar heb je dat. Uh, ja. Ja. Daar nou ja. moet je dus als een scheet de auto uit ja. om de, om de parkeerheffing uh, te gaan betalen. Hè? Wij stoppen even, dames en heren. Nee, je kunt doorpraten. Kan ik doorpraten? Ja, maar dat leidt af hoor. Ja, maar ik heb, hier, ik heb hier mijn apparatuur, jij kunt doorpraten. Oh, nou, dan... ik kan doorpraten, heb ja. ik begrepen. Ja, dus Ja, u dus. begrijpt dan eerst verwarring en paniek. <laughs> ja. Omdat het autootje met de camera van de gemeente, wat foto's fotografeert die de parkeerboetes niet. Be ik bedoelde, parkeer niet betaald hebben, is net door de straat gereden. Het schijnt dat als je dan heel snel bent, dan kun je het alsnog goed maken. Wij gaan door met het verhaal over het einde van de bipolaire structuur in de wereld. Want de Sovjet-Unie was verdwenen. De Russische federatie was ervoor in de plaats gekomen. Maar nogmaals, dat is een ander, kleiner land dan de Sovjet-Unie ooit was. De Russische federatie, wat Poetin ook doet, zal nooit meer worden wat de Sovjet-Unie was. De Russische federatie heeft ook helemaal geen belangen bij. De vernietiging van het Westen of van het Westerse systeem of wat dan ook, maar omdat niet waar, het nieuwe Rusland vergaand in economisch opzicht geïntegreerd is in, eh, laten we zeggen, de mondiale Westerse economische structuur. Niet waar, als je veel geld verdient in het huidige Rusland, dan beleg je dat geld niet in het huidige Rusland, je kijkt wel links uit. Niet waar de economische toekomst van het huidige Rusland ziet er helemaal niet bijzonder rooskleurig uit. Dat komt ook natuurlijk omdat het in feite een, een republiek van dieven en moordenaars, die door dieven en moordenaars wordt geregeerd is. Maar eh, je belegt je geld in Londen of in New York of weet ik veel waar, Kortom. Eh, Poetin is vervelend, Poetin is irritant, Poetin kan pesten. Poetin kan allerlei wangedrag vertonen. Maar in feite is Poetin, hoe gek het ook klinkt. een kleine speler op het wereldtoneel. Dit was de tweede aflevering van de speciale Paas Podcast. Over de veranderende wereldmacht. Morgen hoor je deel 3. Abonneer je ondertussen op ons kanaal. door te klikken op het plusje op de Apple Podcast pagina. en door te klikken op volgen en het belletje op Spotify. Dan zie je automatisch de nieuwe aflevering live staan zodra die online komt. Het moment waarop die Battle of Britain officieel begint, er waren natuurlijk al allerlei schermutselingen in de lucht geweest. Maar het moment waarop die Battle of Britain officieel begint, is 13 augustus 1940, door de Duitsers Adlertaak genoemd. Maarten van over de Tweede Wereldoorlog. Waarom niet? Eh. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.